Later, dat kan net zo goed morgen gedaan zijn. Mijn mama ligt hier begraven. Zij is gestorven in 2005. Ik kan dat ook heel goed onthouden, want ik was 7 maanden zwanger als mijn mama gestorven is. Mijn mama was gewoon een heel warme vrouw, dus als ik aan haar denk, dan heb ik heel veel warme herinneringen. Ik knuffelde heel graag met mijn mama. Zelfs als ik zwanger was van mijn oudste dochter, vond ik dat nog altijd heel fijn om bij haar een keer op de schoot te kruipen en zo. Als ik naar het kerkhof kom, dan heb ik heel vaak mijn kinderen mee of mijn vriend. Ja, dat geeft mij een beetje extra steun. Het geeft gewoon een fijner gevoel. Ik heb eigenlijk een persoonlijke invulling gegeven aan haar doodskaartje. Ik heb dat geschreven de laatste dagen, want zij heeft een week eigenlijk gestreden, een week gevochten. En dan heb ik mijn gedachten op papier gezet. En eigenlijk ben ik er heel trots op, want ik vind dat nog altijd heel mooi om te lezen. En bonker op, om het zo te zeggen. En haar uitvaart, ik heb liedjes die zij graag hoorde, zoals het Ave Maria, heb ik live laten zingen door iemand die nu zelfs bij de Romeo zingt, maar toen nog niet bekend was. Ik denk dat we voor de uitvaart van mama toch een 10.000 euro neertelden. Een levensmotto dat ik heb sinds de dood van mijn mama is eigenlijk te genieten van de kleine dingen. Niet wachten en niet uitstellen. Bijvoorbeeld mooie kleren. Mijn mama was van principe, ik heb iets moois gekocht en ik kan dat in mijn kast voor speciale gelegenheden. Ik niet. Ik doe dat gewoon aan en juwelen net hetzelfde. Dat mag zo duur zijn, dat mag zo goedkoop zijn. Als ik dat mooi vind, heb ik gewoon zin om dat te dragen. En ik wacht niet op later, want later, dat kan net zo goed morgen gedaan zijn.